oudste kleindochter, Millie. Hallo. Ik heb lekkere koekjes voor je meegebracht. Je lievelingskoekjes, bokkenpoot. Oh, nou, waar heb ik die bokkenpootjes nou? Oh, die heb ik laten liggen in het café. Nou, ik heb nog wel wat spul van de kinderen. Ik heb lekkere schuimdotjes heb ik voor je. Zeerlijk, opa. Doe maar, proef maar. Het zijn net waterbolletjes aan je lippies. Doe maar. Mevrouw Samuels, gelooft u mij nu maar. Hij weet niet wat u zegt. Ja, ja, het is wel goed. Uw grootvader ligt in coma. Hij weet niet eens dat wij hier zijn. Dokter, maak u zelf liever een beetje nuttig en help even een handje. Dan tillen we hem even uit bed. Man, die legt de hele dag, hè, schat. Kom maar, hoor. Kom maar. Oh god, die man die laat dus het hele dag. Kijk nou wat u doet. Ach, van die stuiter heeft u toch niets gemerkt? Oh, opa. Opa. Doet u maar even deze kant, ja. Zo wordt het niks. Arme opa, oh schat, ik hoop niet dat je het gevoeld hebt, hoor. Zo. Ja, ja. Zo, de benen erop. Ik heb dit eerder meegemaakt. Als ze eenmaal zo ver heen zijn, dan is er geen weg meer terug. Hij weet dat ik er ben, dokter. Daar ben ik van overtuigd. Hij weet dat ik hier ben. U met uw dikke neus, u moest zich schamen. Ik probeer u alleen het ongemak te besparen. Ik weet dat het u 2 weken kost om hier naartoe te komen. 2 weken? Oh. 2 keer met de bus. Ik gebruik mijn tijd wel goed, hoor. Ik gebruik mijn tijd wel goed. Maak u zich over mij dan maar geen zorgen. Gaat u maar liever ergens anders mensen lopen ontmoedigen. Mijn opa komt weer helemaal in orde. Pssst. Wat weet hij er nou van? Hè, opa? Het is precies wat u altijd hebt gezegd. Mensen die meer dan 1,5 ton per jaar verdienen, die hebben geen gevoel in hun lijf. Hè? God. Oh. Opa, zal ik u eens even vertellen van mijn werk van gisteravond? Dat is wel even leuk. Wel even vertellen van mijn werk. Want er was namelijk een groot showbiz-gala voor het goede doel. In het concertgebouw met allemaal artiesten erbij. Hè? En omdat ik nou tegenwoordig dus de supervisie heb over de catering dus. Dus kon ik mijn eigen daar gewoon op dat feest dus gewoon vrij rondbewegen in mijn mantelpakkie, opa. En dat was wel leuk, want wat ik liep er zo rond, hè. En ineens, opa, komt daar zo op mij af. Mary Dresselhuis. Mary Dresselhuis. Die ken u toch wel, opa? En Mary zegt zo ineens, zegt ze tegen me, ze zegt... Oh, meid, wat heb je een beeldig mantelpakje aan? Mag ik het adres van je hebben van je couturière? Opa, het was notabene gewoon een pakje van een postorderbedrijf. Ik heb zo gelachen, hè. Trouwens, opa, schat, weet je wie er ook was? Weet je wie er ook was? Ik zal maar zeggen, Adèle van Bloemendaal. Die ken u toch ook wel, Adèle van Bloemendaal. 55 jaar is ze, zeg. Maar ze liep gewoon in hotpanties op dat feest, zeg. Ja, en ze komt zo ineens, komt ze zo me afgestiefeld, weet je wel. En ineens zegt ze tegen me... Dan, gaat eens even opzij. Je staat hier de deuren van het toilet te barricaderen. Moest ze naar de wc, begrijp je wel, opa? Ja, artiesten moeten ook gewoon een keer naar de wc, hoor, daar niet van. Maar het was een geweldige avond, hoor, trouwens. Marco van Bakker was er ook. Marcootje van Bakker. Van, die ken u toch wel? Die zong het. Die stond te praten aan de bar met Van Duin, zou ik maar zeggen. Die rode krullenbol. En dat was wel even leuk, ja. Want ik ben er zo heel opvallend, ben ik er zo naast gaan staan. En toen hoorde ik zijn moppen tappen. En dat was zo enig. Want toen hoorde ik zijn mop vertellen. Moet je even vertellen, opa. Was een mop van, komt een vent bij de dokter en die zegt tegen de dokter, mijn seksleven gaat niet meer helemaal zo lekker. Zegt die dokter, nou dan moet u gewoon even zorgen dat u flink actief blijft. Flink rennen, 2 kilometer per dag, is goed voor het hele lijf en voor de seks. Bel volgende week nog maar even op hoe het dan gaat. Afijn, na een week wordt die dokter gebeld, zegt die vent, nou dokter, precies gedaan wat u zei, 2 kilometer per dag hardgelopen. En zegt die dokter, gaat beter? Ja, zegt die vent, voel me prima. Hoe gaat het seksleven, zegt de dokter? Nou, zegt die vent, dat weet ik niet, want ik ben 14 kilometer van huis. Nou, opa, hè? Valt niet mee, hè? Hé, opa, doe nou. Doe nou, laat die heren doktoren nou eens zien dat dokterschap meer omvat dan mensenlevens redden en onderzoeken doen en al dat soort spul, opa. Doe nou.
toen, weet je nog, opa, dat vroeger, als ik bij jou op schoot zat, weet je wel, is ze leuk, dan zong je dat liedje voor me. Weet je het nog, opa? Van hop, Marjanneke, stroop in het kanneke, lakke, bonze. Weet je het nog? La, la, li, la, la, lon, la, lon, la, la, ik haal de Franse. Opa? Millie, kan je nog een mop vertellen? Opa, opa, je sprak, hij sprak, oh, opa, je sprak, ik wist het wel, oh, schattenboom. Oh, natuurlijk kan ik nog een mop voor je vertellen. Tuurlijk, je zegt maar, kom een vent bij de psychiater en die zegt, de psychiater zegt, mijn vrouw denkt dat ze een piano is. Toen zegt de psychiater, waarom heb je vrouw niet meegebracht? Nou, zegt die vent, wat denk je dat het kost om een piano te vervoeren? Ja, dat vindt u leuk, hè? Dat vindt u leuk, hè? Ja, dat vindt hij leuk. Neem nog lekker wat van die lekkere schuimdotjes. Dat is lekker voor je. Dan knop je van op. Hiero, zo. Millie, ben je nog altijd serveerster? Nee, ik was hoofd van de catering. Ik heb supervisie, weet je wel, opa? Oh. Ja. Oh, catering. Ja. Hoe is het met die ellendige man van je? Hé? Mijn man, het gaat goed, opa. Ja, en hoe is het met die verwende en lelijke kinderen van je? Een beetje rustig aan over mijn kinderen, alsjeblieft, hè, opa? Doe nou, gezellig houden. Millie. Ja? Millie. Ja, wat is het? Jij hebt allemaal rimpels, ben je aan het krijgen? Ja, rimpels, ja. En dat afgezakte figuur van je? Millie? Ja? Ik voel me al veel beter. Mm-hmm. Ik kom bij jullie wonen. Binnen. Goedemiddag. Hallo. Hoe gaat het? Nou, ik heb nog geen woord gezegd.